Ja, als je dat nou leest, hè, dat gaat je door merg en been, vrienden. Als je een beetje een Feyenoorder bent en je hebt een Feyenoord hart en je leest dan wat er allemaal staat. Dat ze na de bekerfinale of tijdens die bekerfinale, dat ze de Kuip hebben gesloopt. Ik bedoel, hoe durf je? Ik ben er pas geleden nog geweest. Het allermooiste stadion van Nederland. De voetbaltempel. Heilige grond. Dat is wat het is. En daar blijf je dus altijd en even met je tengels vanaf. Hoe duidelijk kan ik zijn? Maar nee. En dan wordt aan die bekerfinale gespeeld. En dan komen ze dan van Ajax. En die denken bij zichzelf. Oh, je weet, die verliezen dan die finale. En die denken eventjes hun frustratie even bot te vieren daar. In de Kuip. Schaam je kapot daar in Amsterdam. Hoe durf je? Hoe durf je aan die prachtige Kuip te komen? En richt je frustraties op je eigen club. Hè? Ga naar de toekomst. Hang daar helemaal vol met spandoeken. Dat Van der Sar weg moet. En dat hij geen respect toont voor een Bogarde en een Valenburg en noem maar op. En dat hij er daar een puinhoop van maakt. Ja, en jullie willen toch zo graag jullie eigen voetbaljongen Heidinga, die wilden jullie toch als trainer? Nou, gefeliciteerd ermee dan. Ja, ga daar dan tegen de keer. Maar blijf met je tengels van de Kuip af. Ja, wat slaat dat op allemaal? Dan verlies je zo'n finale, of weet ik veel. En dan denk je bij jezelf, ik ga alle wc-potten kapot maken. Hoe ver ben je dan heen? Hoe ver? Wat voor een mafketel ben je dan? Ja, doe dat lekker in je eigen stadion. Trouwens, als je zo'n kerel wil zijn, weet je wat je wilt doen? Dan moet je gewoon naar huis gaan. Ga naar huis. Trek je wc-pot eruit. Uit de muur. Huppatee. Boom. Gooi hem kapot op de grond. En dan pis je eroverheen. Kijk. Dan ben je een kerel.